De Franse ambassade in Suriname heeft op 10 september 4 Precolumbiaanse stenen bijlen overhandigd aan de stichting Surinaams Museum. De overdracht vond plaats bij Fort Zeelandia en werd officieel bevestigd door Franse ambassadeur Nicolas de la Cosse, waarnemend directeur cultuur Dwight Warsodikromo en Santosh Singh van de stichting Surinaams Museum. De stedenbijlen werden tijdens goudmijnactiviteiten in de nabijheid van Tumatu gevonden en waren gesmokkeld naar Frans-Guyana, waar ze door de Franse douane in Sint-Laurent in beslag zijn genomen. Ambassadeur de la Cosse benadrukte in zijn toespraak de sterke samenwerking tussen de Surinaamse en Franse autoriteiten. Hij bedankte de Stichting Surinaams Museum en de Franse douane met speciale erkenning voor Richard Marie, directeur van de Franse douane in Frans-Guyana, voor hun rol in het veiligstellen van de artefacten. Zo, het is een hele eer om vandaag deze medaille te kunnen geven aan deze medaille van de douane. Het is een hele oude traditie van sinds de 19e eeuw, waarbij de douane personeel die dus merkwaardig werk verricht heeft, op deze manier geëerd wordt. Directeur Singh benadrukte het belang van dergelijke vondsten, die vaak voor aanzienlijke bedragen worden verkocht aan verzamelaars of voor gebruik in culturele rituelen. De Stichting Surinaams Museum is verheugd met de ontvangst van deze belangrijke historische stukken. Ze zullen worden bestudeerd, bewaard en gewaardeerd als onderdeel van Surinames rijke culturele erfgoed.